In Huisstijl geeft onze huismakelaar Michiel Spieker wekelijks tips over het kopen van een huis. Deze week de Nationale Hypotheekgarantie. NHG, dat is Nationale Hypotheekgarantie. Dat is een zekerheid voor de bank. En omdat die bank een bepaalde zekerheid krijgt, geven ze een iets lagere, of geven ze iets korting op de rente. En daarnaast is het ook een zekerheid voor de koper van een huis. Want als je een huis heeft met Nationale Hypotheekgarantie en hij raakt zijn baan kwijt, hij kan het niet meer betalen, het huis, dan biedt de NHG een vangnet daarvoor. En, dus dat is gewoon een stukje zekerheid als je je baan zou kwijtraken. Of in een ander geval, nog eens een keer, als je relatiebreuk hebt, je gaat uit elkaar, scheiding, dan kom je ook in een andere situatie terecht. Twee huizen, inkomenssituatie verandert, je bestedingspatroon. En ook daar is NHG een vangnet voor. Dus het geeft de bank zekerheid en het geeft de koper van het huis die de NHG heeft gekregen gewoon veel meer zekerheid. Er zijn wat eisen waaraan een koper en een transactie moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de Nationale Hypotheekgarantie. Maar als het kan, is het nog altijd een eigen keuze of je daar gebruik van maakt. Ja, dat kan je in kiezen. Koper doet het over het algemeen wel, omdat hij gewoon een rentekorting daarop krijgt. Dat is het grootste voordeel. Hij betaalt een klein bedragje bij aanvang daarvoor. Maar je hebt gewoon je rentekorting over een lange tijd in ieder geval meelopen. En er zijn wel wat regels aangebonden aan de Nationale Hypotheekgarantie. Er zit een maximale prijsklasse aan verbonden. En op dit moment is dan je maximale koopsom van het huis 231.000 euro. En dat gaat volgend jaar gaat dat weer wat omlaag. Dus het is wel eigenlijk bedoeld voor de starter op de woningmarkt, de eerste instromer, dat die gewoon een huis kan kopen met een bepaalde zekerheid erbij. Het is eigenlijk een orgaan wat eigenlijk een samenwerking is van heel veel banken. Die dus eigenlijk zeggen, wij hebben een pot waar wij geld in stoppen als er problemen ontstaan. En ze stellen gewoon allerlei toetsingsnormen op om te kijken of iemand daaraan voldoet. En dan kan er zo'n korting gegeven worden. De bank heeft de zekerheid als iemand in betalingsproblemen komt, dat het hypotheekbedrag wat in de tijd is afgesproken, dat het aan de bank wordt uitgekeerd. Dat komt uit dat NHG-fonds. De voordelen van de koper is dat hij een rentekorting heeft. Dat hij een vangnet heeft in geval van echtscheiding. En in geval van verlies van een baan. En als je daardoor gewoon door lagere inkomsten zit, of een heel ander uitgavenpatroon waar je verder niks aan kan doen, dan heb je daar je vangnet voor. Al met al is de Nationale Hypotheekgarantie een regeling, met name bedoeld voor starters, die, als je tenminste voldoet aan de voorwaarden, voor kopers veel voordelen kan hebben. Als mensen een huis kopen in een bepaalde prijsklasse, een Nationale Hypotheekgarantie is mogelijk, dan moet je dat nooit laten schieten. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Elsenaar Makelaars.